het gevoel dat hij duister moet. How's it you bro? Don't mind the entourage. Het is een soort bustier. Godverdomme, dat ding. Dat wil ik horen in het refrein. Fucking blij. Hallo lieve kijkers, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben op het station in Utrecht aan het overstappen omdat ik naar Nijmegen ga. Want ik heb een eerste schrijfsessie met Colin Hoeven, die ken ik nog van The Voice. En ik heb er onwijs veel zin in. Deze hele fijne voice-over is u geleverd door Jackie Lou. Inclusive Recordings Tactics Program Redaction. Omdat de originele opname nogal bar en boos was. We zijn in de studio hier. Dit is Colin. Hi. En we zijn al aan het eind. Ja. Een liedje. Ja, alleen nog het belangrijkste gedeelte. Het belangrijkste. Alleen nog maar even het refrein. Nog even het refrein maken. Maar goed, we zijn al wel... De kop is er in ieder geval af. Absoluut. Even vanaf het begin even aanzetten. Ja. Don't have time for the questions. Gotta leave them for tomorrow. Ja, precies. Gotta save them for tomorrow. Cause tomorrow I'll be gone. Ja, en dan? En dan? Dan naar het refrein, ja. Maar what the fuck wordt het dan? Love me fast and kiss me slow. Die zin is nog wel gewichtig of zo. Die, mm-hmm. Ja, dat is een belangrijke zin. Ja, belangrijke zin. Soul. Ago. Ja. Below. Below, nee. Hello, nee. Shadow. Ja, dan krijg je shadow. Shadow. Shadow, ja. Don't leave me in your shadow. Shadow. Low show. Blow. Get ready for the final blow. Want nu breek ik je hart. Niet heel sterk, hè? Niet heel sterk. Maar ja, ja. Het stoeltje. Ja, cool, hè? Het doet maar één kant op. Ja. Ah, twee! Oh, wow, dat is een tweezijdig stoeltje. Ja, oh, leave your feelings... At the door. At the door. Alleen vind ik feelings een beetje slappe hap. Oh, wacht. Leave... Nee, ik heb misschien iets. Leave you always wanting more. I like it. Eens proberen? Ja. Cause tomorrow I'll be gone. Let me best kiss me slow. Heartbreaker. You then I'll let you go. Heartbreaker. Leave you always wanting more. Ja, wat we even kunnen doen, is het gewoon even inspelen. Ja. En dan kijken we wel hoe lang het is. En dan kunnen we dat knippen en plakken. En dan kijken we dan of we een bridge nodig hebben. Ja. Zal ik dat even doen? Ja, helemaal eens. De bridge is ook de plek waar er natuurlijk of wordt gezegd wat er echt gevonden wordt. Precies, dus of we krijgen een eye-opener of we krijgen een wending. Ik heb het gevoel dat hij duister moet. Ja? Ja. Oké, okay. Dan moeten we zeker niet naar Mazuur. Nee, hè? Nee. Die vind ik wel mooi. Misschien hoeft het maar één akkoord te zijn, hoor. Do we have a song? I think we have a song, Colin. Do we have a song? No. We don't have a corona box. Zeker vast. Nice. Wat is dan handig nu? Om even die bridge ook even in te spelen. Ja. En dan misschien ook even in te zingen? Ja, heel goed. Roughly. Cool. Mag je nog één keer dat u, zeg maar, doe. Kodak! Ja.
Dat je dat... Exactly. Hallo. Zo, doe maar. Zeker. Dat is lekker. Grampje erbij is ook altijd wel lekker. Gotta save him for tomorrow, cause tomorrow I'll be gone. Ja, cool. Zoiets. Ja, zeker. Dat is een soort, en dat het meer wordt. En, ja, let's do it. Hi, lieve mensen. Nou, ik ben onderweg weer naar Amsterdam. Na de avondklok. Maar kijk eens wat ik mee heb. Een hele net ingevulde werkgeversverklaring. Want ik ben natuurlijk mijn eigen werkgever. En dit is gewoon werk. Dus het is 11 uur. En ik ben gewoon out and about. Feels good. Anyway, heel blij met wat we vandaag hebben gedaan. Het is ook toch even aftasten en voelen hoe de ander werkt. En nou, hoe doen we dit dan? Waar begin je dan? Nou, we zijn begonnen bij mijn baslijntje, wat ik in mijn telefoon een keer heb opgenomen. En dat eigenlijk gaan uitwerken en invullen. En uiteindelijk gewoon een hele demo track gebouwd. Dus nog een liedje af. Gewoon nog een liedje af. Dit is de eerste schrijfsessie. Oh, dit is mijn halte. Het kan zijn dat ik word aangehouden, maar ja, ik heb dus gewoon een verklaring. Dus laten we maar eens even gaan testen hoe dat werkt. Nou, ik ben helemaal heel thuis aangekomen. Niks aan het handje, niet gecontroleerd. Helemaal niks. Ik ga heel erg chillen op de bank een uurtje. En dan als een baby knorren in bed. Want ik ben zo moe. Maar onwijs voldaan. Hallo lieve mensen. Ik ben in de Bax Music Shop. As you can see. En ik ga vandaag advies inwinnen over het zingen door een dynamische microfoon. Ik mag hier dus gewoon proberen in een microfoon. Dat had ik niet gedacht door corona. Maar ik ga het natuurlijk wel even proberen. Want ja... Je moet gewoon weten hoe het klinkt. Even kijken. And I can't see myself through the fire and smoke. And I can't see myself through the fire and smoke. Nou, ik had totaal niet verwacht dat ik dat gewoon mocht proberen, maar dat mocht dus wel. Onwijs fijn, want nu heb ik echt een duidelijker beeld bij welke sound, welke mic heeft. En mensen zeggen al heel snel, oh je moet echt deze hebben. Maar ja, zij weten ook niet wat ik wil. En ik wist zelf ook nog niet zo goed wat ik wil. Dus het is wel gewoon goed om het even te horen. En ik vond Sennheiser heel lekker klinken met mijn stem. En ik ga straks even online een linkje zoeken en het doorsturen naar Moeslum. En dan gaan we die aanschaffen. Ja, dit is hem. De Sennheiser E945. Ja, dat kost even wat, maar dat schijnt je geld echt dik waard te zijn. Dus top, meteen een kabeltje erbij van 10 meter, zodat ik lekker kan ronddartelen on stage. Dit ga ik nu betalen en dat geld heb ik natuurlijk niet. Want ik heb natuurlijk gewoon tozo, ik kan net leven van veel te weinig geld. Dus Moeslum die schiet dat voor. Maar dit wil je gewoon. Sowieso nu met corona is het gewoon heel smerig om in andermans microfoons te moeten zingen. En iedere microfoon is net weer anders. Dus het is gewoon fijn om je eigen te hebben. Zodat je precies weet hoe je lekker klinkt, hoe je moet houden. Dus ja, ik kan echt niet wachten om hem in mijn klauwtjes te hebben en hier lekker doorheen te gillen. Het is vandaag dinsdag. Ik heb weer zangles. En ik ga vandaag de covertjes zingen met Vicky die ik bij de eerste repetitie wil gaan doen. Dat zijn Addicted to Love van Robert Palmer en Stairway to Heaven.
waarvan ik nog niet helemaal zeker weet of we dat gaan doen. Maar dat hangt een beetje af van hoe hard de band rockt. En hoe hard het, zeg maar... Ja, dat moet wel echt heel goed zijn. Anders wordt het een beetje... Een foute coverband. Oh. Anyway, ik heb alles al gepakt om naar Rotterdam te gaan. Dus ik ga zo meteen, als ik terug ben van zangles, dan heb ik hier mijn tas al gepakt. En dan pak ik de eerste de beste trein naar Rotterdam. Omdat ik daar morgenochtend om 11 uur een schrijfsessie heb. Dus ik slaap lekker bij mijn moedertje. Ja, en ik ben heel benieuwd. Oh, dit moet ook nog mee. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Schrijfsessie is met Sanne Monster. Ik ken haar niet persoonlijk. Moesloem die heeft ons in contact gebracht. En ik heb wel een ideetje waar ik met haar aan wil werken. En mits zij daar ook iets bij voelt natuurlijk, gaan we daar wat op schrijven. En hoe gaat het verder met mij? Ik voel me een beetje raar vandaag. En ik heb een beetje gemixte gevoelens gewoon qua gemoedstoestand. Maar dat heeft niks met het bandding te maken. Maar ik ben ook gewoon nog een mens die af en toe gewoon een off day heeft. Maar goed, ik hoop dat ik straks, als ik mijn ziel er even uit heb gezongen bij Vicky, me weer wat beter voel. Ooh, it makes me wonder. Wat ik veel fijn vind werken is, heb ik het tegen mezelf in mijn kamertje. Of heb ik het al gewoon tegen fucking de hele wereld. Ja, ja. Dus hoe hard zing ik het? Wie moet dit horen? Dus ik zou het nog een keer willen zien. Kijk, qua losse tonen, dat komt allemaal wel goed met jou. Wat ik ook hoor trouwens, is dat je veel meer in je eigen sound zit nu. Echt, eigenlijk gewoon alleen maar nog. Ja. Zo anders. Ik weet niet. Ja. Het is een soort, het is iets van je afgevallen of zo. Zing eens even die eerste verse a cappella. There's a lady who's sure. Ja, kijk hier. There's a lady who's sure. Yeah. There's a lady who's sure. Dus het mag eigenlijk gewoon een soort van nonchalant. Ja. Dus je bent al verder dan dat je hem voelt. Want je voelt hem wel. Mm-hmm. Maar je bent nu ready to... share. Ja. Zoiets. Ja, voor mij is dat share is juist heel erg dat ik er dan heel erg in zit of zo. Ja, maar dat maakt mij minder erin. Ja, ja, want ja. Dan denk ik, oh. Gaat dat wel? Ja, bij mij is het heel overdreven allemaal. Maar je wordt eigenlijk groter en cooler als je een stapje daarna bent. Ik verstop me daar denk ik ook een beetje achter. Want dan heb ik het gevoel, dan is er heel veel om te zien of zo. Ja. Dan hoeven ze niet zo... direct maar dat is er al. Naar mijn stem te luisteren. Als jij staat en je zingt, juist is dit dan nog sterker, hè? There's a sign on the wall. That's nice. But she wants to be sure. Cause you know, sometimes words have two meanings. Oog, 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 hang on. There walks a lady we'll never know. There you go. Who shines what light it wants to show. Yes. Oh yeah. You see? Ja. That's fucking it. En ik denk dat je ook qua health en techniek zit je zo goed. Je kan wel weer wat hebben. Ik denk het ook. Want die grens weet ik wel. Ja, wil opbreken. En ik ben wel bang geweest om mijn stem te beschadigen. Omdat snap dat ik vroeger heel erg deed. Ja. In double time, another kiss. Oh. And you be mine, one dread of mine. You can be saved. Yeah. Another young love is all you crave. Yeah, keep going. And if the sun's, I live for you. Hell yeah. Whoa, 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 closer to the truth, you know. You're gonna have to face it. You might as well face it. You're addicted to love. Might as well face it. You're addicted to love. Dit. Ja. 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 Ja, ja. Oké. You might as well face it. Kan nog meer. En die J van die you helpt wel erg om hem voorin. You. You might. Oh, you might as well face it. You're addicted to love. Ja. Dit is wel echt vetter. Ja. Wat
wat deed je nu dan anders? Onthouden? Voorin, ja. Inderdaad. Naar voren toe. En niet dit willen doen. Nee. Ja. Ik ben in Capelle aan de IJssel aangekomen, mensen. En ik moet een kwartier wachten op de metro. Onwijs fijn. Maar ik ben dus bijna bij mijn moeder. Gezellig wel, om daar weer even te zijn. Zangles was heel fijn. Ik had mijn dag niet zo vandaag. Gevoelswise. En godverdomme dat ding. En zo'n uurtje met Vicky is dan echt even ontladen of zo. Het is gewoon heel positief. Elke week loop ik wel tegen dingen aan met schrijven. En ik vind het nog steeds spannend. Of ik vind het moeilijk om mezelf ertoe te zetten als mijn huis bijvoorbeeld een rommeltje is. Maar ja, als ik daar dan niet aan toe kom, omdat ik allemaal andere dingen ook nog heb in de week, dan vind ik het gewoon moeilijk om mezelf echt aan het schrijven te krijgen. Dus er zijn wel een aantal dingen waar ik dan tegenaan loop. En daar voel ik me dan kut over dat ik er tegenaan loop. En dan wordt het een soort vicieuze cirkel. Maar ik merk dat elke keer als ik bij Vicky ben, dat dat weer doorbroken wordt. Dat ik echt weer denk, oh ja, maar het is allemaal heel leuk. En het gaat eigenlijk allemaal heel goed. En ik moet ook niet te streng zijn voor mezelf. I'm doing what I can. And I'm learning while I'm doing it. Dus het gaat niet meteen goed. En dat is ook helemaal oké. Tuurlijk zit er tempo achter. Maar ik heb ook allemaal afspraken staan met mensen om samen te schrijven. Dus dat moet ook indalen. En dat heeft ook tijd nodig om een plekje te krijgen in mijn hoofd. Wat ik dan daar weer heb gedaan. Ik kan niet meteen dan de dag erna weer zelf wat gaan maken, snap je? Maar ik merk dat ik er gewoon heel veel aan heb om het dan met haar even te bespreken. Dus het was weer heel fijn. Dat de cirkel dan ook dus daar weer rond is. Ja, dat is wel vet. Precies. Ja. Talk about philosophic. Nou ja, we denken hier wat hetzelfde over. Wat wil ik nou echt zeggen? Ja, wat wil je nou echt zeggen? Nou, eigenlijk voel ik me genaaid. Dat zit er heel diep in. Ja, en dat wil ik eigenlijk horen in het refrein. Het is gewoon fokt. Ja, het is gewoon niet eerlijk, het is niet kut. Ja. Toen moet eerst even een melodietje weer. Vaak komt het dan Ja, dat bij. Helpt, hè? Ja, dat helpt wel. Vind je het raar? Hoezo? Dus we zitten hier. Gaat op een gegeven moment gaat hij weer zitten. Gewoon leven, ja. Waarom doet hij niet wat ik wil? Hallo? Ben ik nou zo? Don't you settle just for silver, wood and gold is not a crime. Het was zo chill. We hebben gewoon een nummer gemaakt. Alweer. Dus gewoon weer een nummer af. En het is echt goed. Ja, sick. -999.99 is de titel. Ah, ik zat onderweg hier naartoe best wel punkplaatjes te luisteren. Omdat ik me gewoon opgefokt voel door alles. En dit past helemaal precies daarop. Dus we hebben het gewoon af opgenomen, tekst uitgeschreven. Zij stuurt een schemaatje naar me. En ik ga haar heel snel weer zien, hoop ik. Ik ben fucking blij. Gewoon, ik ben fucking blij. Oh, wat heerlijk. Goedemorgen allemaal. Ik ben in mijn ouderlijk huis. Dat kan je wel zien, want
Ik was vroeger helemaal fan van tijgers en leeuwen. Vooral tijgers. Zelfs mijn kinder. Dekbed en kussen en alles nog. Dus don't mind the entourage. Ik heb als een baby geslapen. Echt heel diep en heel lang. Expres geen wekker gezet. En ik was echt onwijs moe na gisteren. Het is toch elke keer zo spannend of zo. En je moet zo gefocust blijven. Want je hebt op een gegeven moment een gevoel van onderwerp waar je op zit. En je kan daar niet te veel buiten gaan. Want dan wordt het te groot. Dus je moet heel erg daarbij blijven. Voor mij als ADHD'er is het soort van normaal om, als dit is waar ik het over wil hebben, dit te doen. Dus het kost mij echt tering veel energie om dan bij dat ene ding te blijven. En dan ook nog eens 6 uur achter elkaar. Maar ja, hard work pays off. Want het is dus een liedje. En voor vandaag is het belangrijk dat ik heb een Jellinek consult weer. Het eerste consult van de nazorg. Dus het officiële traject is nu beëindigd. En de nazorg begint vandaag. En dat duurt nog 6 maanden of zo. Dus ik ben al niet van ze af. Maar dat vind ik ook wel prettig eigenlijk. Gezien de horeca nog steeds niet eens open zijn geweest. Dus dat heb ik eerst. En dan onderweg naar huis moet ik even zorgen dat ik de akkoordschema's en teksten van de nummers die we nu hebben gemaakt. En ook de nummers die we gaan doen. De eerste repetitie. Uitschrijf / opvraag / in bestandjes zet en zo. Zodat we die kunnen doormailen naar alle muzikanten. Zodat die dat kunnen gaan repeteren. Ja, ik ben heel benieuwd. Want dat is dan het moment dat dan eindelijk echt je eigen muziek naar de muzici gaat. En het gaat beginnen. Morgen heb ik weer een schrijfsessie. Het houdt niet op, jongens. Met een oude bekende van mij, Hein. Die zei ook van, joh, ik ben er wel mee doorgegaan. En ik ben eigenlijk best goed geworden. Alleen, ik zie mezelf niet op een podium staan. Dus ja, als ik met jou samen of voor jou iets kan doen, heel graag. En vandaag even een dagje rust. Even met Charlie ook. We hebben 14 maanden verkering. Yay. En morgen dan weer verder aan de bak. Woe! Oh nee, dit gaat niet. Het was heel fijn met Charlie. We hebben lekker gechilled en gegeten samen. Ja, het loopt allemaal lekker door, want ieder moment staat Hein voor de deur. En die komt helemaal uit Brabant vandaag. Dus ja, we gaan eens even kijken wat er weer gebeurt. Ja, ik ben wel, merk ik, aardig. Ik ga de hele tijd van mensen zien naar een andere ruimte en dan zie ik weer mensen. En dan ga ik weer naar een andere ruimte of een andere stad en dan zie ik weer mensen. En ik ben gewoon helemaal niet meer alleen geweest. En je ziet ook een beetje aan mijn hoofd dat ik daar moe van ben. Ik moet vanavond wel echt heel even me-time hebben. Heb ik doorgekregen van moeder natuur. Maar dat kan. Niemand houdt me tegen in principe. Yes. Oké. Ik ben er weer bij vandaag. Ik moet nog lipstift op doen. That seems to come down from long ago. Beter, hè? Nou, dat is weer. Dat ging eigenlijk weer heel snel. Ja, hij is ook zo iemand die in een kwartier een liedje kan schrijven. Ja, ik ben echt iemand die dat met geluk in een kwartaal doet. En dan is het ook helemaal niet leuk meer. Dus goed, dit is veel fijner. En we hebben met een ideetje wat ik had liggen, zouden we iets gaan doen. Qua akkoorden had ik dit al. En het gaat over addiction. I need to see if I can find myself a home. Zit altijd in een vliegje hier en ik word er een beetje gek van. Even though I might forget that you have pulled me through this time. And I don't wanna be ungrateful. I know that you were by my side. But you were never here in the morning. Nee. Ja, er zit gewoon. Dat loopt niet. Het loopt niet. Ik wil iets met. Oh, ik ga gewoon meteen daarheen. Kijk. Comfort in this home that I have been. Ah. Yeah. 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 Yeah.
Hij komt gewoon niet uit. Hè? Het zit er weer op voor vandaag. Hard gewerkt. Weer een nummertje af. Het is wel overweldigend of zo hoe snel het gaat als je gewoon doorschrijft met wat mensen. En ik begin echt wel in te zien dat ik zelf er zo'n big deal van maakte. Terwijl het is ook gewoon maar het schrijven van een liedje. Tuurlijk wil je dat het de meesterwerk wordt, het liefste. Maar ik legde de lat zo hoog voor mezelf dat dat in ieder geval onbereikbaar was en het meteen ook niet leuk was. Ja, ik zit er op zich wel lekker in. En Laser, de straatartiest, City Poet, die heeft me nog een berichtje gestuurd. En die zei dat hij voor me aan het pennen is. Dus van hem kan ik binnenkort ook een tekst verwachten. En daar kan ik dan de akkoorden onder zetten. Ja, ik denk dat ook echt heel cool gaat worden. Ja, wat de band betreft, ik krijg best wel veel vragen van mensen van, hè, hoe zit het nou? Is die nou compleet of niet? En ik heb daar natuurlijk verder de laatste twee vlogs ook niet meer zoveel over verteld. De band is compleet. We hebben twee gitaristen, een bassist, een toetsenist en een drummer. Waarvan twee dames en drie heren. En de reden dat ik verder nog niet heb verteld wie dan de muzici zijn en wat die allemaal al gedaan hebben of wat die studeren, is dat ik met hun, ik heb hun nog nooit gezien. En ik wil eerst eigenlijk even met iedereen bespreken van, goh, vind jij het oké als ik dit film voor in de vlog? Of vind je het oké dat ik in de vlog ook je naam noem en over je vertel? Want ik wil niet, snap ik, vind het gewoon niet zo netjes om zomaar dat te beslissen voor iemand. Dus daar wacht ik gewoon nog even mee met de bandleden introduceren. Maar ik heb er echt zoveel zin in. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe die mensen zijn. En ik hoop gewoon dat er een klik is. En dat vooral de energie hoog is. Dat mensen er zin in hebben. Ik heb er zelf gewoon ziek veel zin in. En ik kan echt niet wachten om lekker door zo'n microfoon te schallen. En die kracht van die band achter me te voelen. Echt, dit wil ik al mijn hele leven. Dus ja, blijer krijg je me gewoon niet, jongens. Echt niet. Ik heb trouwens een heel leuk topje gekocht. Moet je kijken. Ik dacht met het oog op eventuele optredens. Het is een soort bustier. Zo, met een soort van kraaltjes en dingen. En dan zit er een arm aan. En die is kant doorschijnend, pofferig. Ik vond dat zo'n leuk ding. Dit is vintage. En het past perfect. Echt als gegoten. Dus kom maar op hoor met die boeking. Want ik wil dit aan. Jullie gaan het gewoon zien. Hoe dan ook. Neem ik jullie dus mee. En zal in de volgende vlog de eerste bandrepetitie te zien zijn. Ik ga ervan uit dat de band het ook wel prima vindt. Als ik er gewoon stukjes van film. Dus dat gezegd hebbende. Zet je schrap. Want vanaf nu komt er meer herrie. En ik denk dat dit het even was voor deze week. Het is best een drukke week geweest. Ik heb veel gezongen, veel geschreven, veel mensen gezien. Dus ik heb nu even een momentje alleen. Ik ga ervan genieten. Ik heb wat kaarsjes hier. Kijk, lekker gezellig gemaakt. En ik ga heerlijk op de bank zitten en deze vlog editen. En verder echt geen hol meer doen. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Blijf me volgen als je wil weten hoe dit allemaal verder ontwikkelt. En heel erg bedankt weer voor het kijken. Ik vind het altijd zo leuk dat jullie kijken. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En ik wens jullie een hele fijne week. Tot snel weer. Dat is heel raar. Child. Now it's showing its own.